Uh, de mirakeloplossing kan ik uh, niet tevoorschijn uh, toveren. Ik heb de voorbije uh, weken uh, alle inrichtingshoofden gezien. Ik heb uh, de vakbonden uh, ook gezien. Ze weten. Dat ze op ons engagement kunnen rekenen om dit probleem aan te pakken. Maar ik kan het niet van vandaag op morgen oplossen. We hebben deze legislatuur al 1200 plaatsen bijgecreëerd. Maar er zijn in absolute aantallen zijn er inderdaad meer gedetineerden bijgekomen. Het volstaat niet om altijd maar bijkomende capaciteit te creëren. We moeten het ook op een andere manier aanpakken. En voor mij hoort daarbij dat we die korte straffen ook effectief uitvoeren. De structurele oplossingen. Die nemen we, maar structurele oplossingen, die uh, hebben pas effect op de langere termijn. Het gaat dan om bijkomende capaciteit, maar het gaat ook over anders uh, straffen. Anders straffen, dat wil zeggen dat de gevangenisstraf enkel kan worden uitgesproken als er geen andere duidelijke straffen zijn. Dat principe, dat wordt al lang verkondigd, ik weet dat, dat staat nu ook in het nieuwe strafwetboek. Uh, de gevangenisstraf als ultimum remedium. En ik meen ook ja, dat we die korte straffen, dat we die moeten uitvoeren, dat dat ook deel uitmaakt. Van de structurele oplossing ja. op termijn twee zaken. Eén. De kortgestraften zijn er momenteel 700 in de gevangenis. Geïnterneerden 985. Mensen in illegaal verblijf 3600. Ja. Tweede is, waarom moeten we die korte straffen uitvoeren? Omdat dat gaat over de geloofwaardigheid van justitie. Een justitie, die haar eigen straffen niet uitvoert, is per definitie een ongeloofwaardige justitie. Ik kom uit de magistratuur. Weet u wat wij deden als magistraat? Wij gingen naar de rechtbank en wij vorderden per definitie. Drie jaar en één dag. Mm -hmm. Dan waren we zeker dat de straf werd uitgevoerd. En dat heeft gezorgd voor een inflatie van zware straffen. Die spiraal, dat probleem hebben we inderdaad. Die spiraal kunnen we alleen doorbreken door die korte straffen ook uit te voeren. Daarnaast, ja. naast alle straffen moet worden uitgevoerd, straffen op maat. Ja, dat is wat ik daarnet zei, de gevangenisstraf als uh, last resort. En daarnaast, inderdaad, moeten we ook inzetten op uh, zinvolle uh, detentie. Mm -hmm. We hebben deze legislatuur meer dan 600 personeelsleden extra aangeworven, waaronder ook detentiebegeleiders, om het recidieve cijfer, gedetineerden die na het vrijkomen nieuwe feiten plegen, om ja. dat te verminderen. Ik zat op het kabinet van Vincel van Quickenborne, ik heb dat beleid mee ontwikkeld en ik verdedig dat nu ook, met reden, een justitie moet geloofwaardig zijn, een geloofwaardige justitie voert zijn straffen uit. En op termijn, op termijn kan dat ook zorgen voor een uh, verlichting van de gevangenispopulatie, omdat nog Nogmaals, we zaten nu in inflatie van telkens uh, zwaardere uh, straffen. Ik heb ook gezegd, 3600 uh, mensen in illegaal verblijf in de gevangenissen. Ook daar uh, zetten we op in. Dat zijn er veel te veel. We hebben er vorig jaar samen met Nicole de Moor actie in. We hebben er 1500 uh, kunnen uh, terugsturen naar hun thuisland. Uh, we zetten daar op in. De syndicaten uh, weten dat. Ik heb hen dat verteld. En we zullen er de komende weken meer kunnen terugsturen naar hun land van herkomst. Okay. Ik zeg dat hier klaar en duidelijk in deze Studio. We doen dat. U hebt vorige week samengezeten met gevangenisdirecteurs. Sommige daarvan, werd gezegd, um, waren in tranen over die situatie. Ik haal nog even de cijfers erbij. Hè. Er is plaats voor 10.736 mensen. 12.382 mensen zitten vandaag in de cel. Dat zijn cijfers van vandaag. Dan zijn er de noodbedden, 281 en 250. Grondslapers, dat is een officieel begrip. Het zijn 287, intussen. Dat is een officieel begrip, ja. 287, 287 287 officieel begrip. Ja. Ja. ja, maar. Dat begrijp ik. En inderdaad, degenen die zeggen dat daar geweend werd, die waren daar niet bij. Ik was er wel bij tijdens de gesprekken met die inrichtingshoofden. Dat waren eerlijke, open gesprekken. Dat zijn geëngageerde mensen. Ik ken de meeste daarvan. Ik ben vorige week zaterdag nog in de gevangenis van Antwerpen geweest. Ik heb daar de directeur nog gezien. Ik heb er ook met gedetineerden gesproken. Ik spreek ook met cipiers. Ik weet hoe zwaar dat, ja, maar gisteren... dat is. Maar